van je carrière? Dit is absoluut de mooiste overwinning tot nu toe. En winnen boven de muur van Hoei, dat is, geeft een ontzettend goed gevoel. En als je ziet met wat voor team we hier reden vandaag. Ik heb me geen moment druk hoeven maken. We zaten allemaal voorin. Ze reden allemaal ontzettend goed en ondersteunend. En als je ziet ook het werk wat Roxane Kneteman op het laatst doet. Het was de ideale situatie eigenlijk volgens het boekje. En als het dan zo lukt en je kan niet winnen in de wereldbeker, is super blij mee. Hoe heb jij het zelf aangepakt in de finale? Zoals ik al zei, Roxane zat voorop samen met Annemiek van Vleuten. En voor ons was het... voor mij was het eigenlijk de taak om daar naartoe te springen op de ene laatste klim. Dus de vraag of dat lukt natuurlijk, maar ik voelde me gewoon goed vandaag. Ik heb het geprobeerd en ik kwam erbij. En dan weet je, Roxane heeft niet veel gedaan in de ontsnapping. Dus die kon het laatste eind tempo maken en dan is het alleen nog maar de muur tot de finish. Dus dan is aan mij nog maar één taak en dat is om te winnen. Hoe hard is het afzien op die muur? Ja, dat doet ontzettend pijn, maar dat deed de ene laatste klim ook. En als je zo dichtbij een wereldbekeroverwinning zit, dan denk ik toch dat het minder pijn doet als dat je in het peloton erachter zit. Dus het voelde ook vooral heel goed. De vreugde binnen de ploeg was enorm groot na de wedstrijd. Het is precies wel een leuke groep, hè? Ja, het is een fantastische groep. En ik denk dat we het allemaal hebben ook hier naartoe geleefd. En als je ziet hoe blij ze ook voor mij zijn nu ik win. En in andere wedstrijden is dat ook gewoon vaak zo. Ja, we rijden gewoon voor elkaar en daar is totaal geen concurrentie bij. En als iemand van ons kan winnen, en in dit geval ben ik dat, dan is het fantastisch om in zo'n ploeg te zitten.